En Nicole, is er genoeg wind? Nou, ik geloof het wel. Ze zijn aan het springen, man. Wow. Echt superleuk, dus ik heb er zin in. Hoi, hola. Hola, Vitas. Kijk, vriend van ons hier zo. Ja. Die heeft er ook zin in. Maar ja, leuk. En weet je wat zo grappig is? Er zijn echt heel veel mensen om ons heen die ook super enthousiast worden. Misschien, over het kite, hè? Over het kite, misschien jij ook wel. Maar ook een vriendinnetje van ons. Ja. En laatst hadden we het dus met haar over. En ze zei, ja, weet je, ik heb er echt, ik vind het echt heel leuk. Ik wil het zo graag doen. Alleen, maar, er komt die maar, hè? Ja. Er is iets wat me tegenhoudt. En ja. Ja, toen kwam het, hè. Toen vertelde ze haar verhaal. Een angst dus, hè. Een angst. En daar willen we het eigenlijk met je over hebben. Van, hey, hoe kunnen we nou angsten overwinnen? Ja. En we willen gewoon één maniertje met je delen. Ja. Die we op haar hebben toegepast. En volgens mij gaat ze kijken, hè? Volgens mij ook. Dus, maar wat was het verhaal? Wat was haar angst eigenlijk? Ja, wat zij vertelde is van, ja, ik ben heel bang voor grote vissen. Grote vissen. Grote vissen. En toen kwam er naar buiten dat ze bang is voor een haai. Ja. En om tijdens het kiten inderdaad. Hap, zo door die haai. Ik zei ja, daarom hebben wij geleerd om te jumpen. Hele goeie. Dat zei ik al tegen haar. Ja. Ja. Nee, maar dat heb je niet gezegd. Nee, we hebben haar een vraag gesteld. Ja. En die vraag was, en Stijn heeft hem uiteindelijk gesteld. Ja. En die zei inderdaad van, hey, maar in de afgelopen 10 jaar, ja, hè, hoeveel ongelukken, hè, zijn er nou gebeurd in Tarifa, want daar wil ze ook graag gaan kijken, ja, met een haai. Ja, hoeveel mensen zijn er nou zo opgegeten door een haai, en omdat die in Tarifa was, omdat ze daar aan het kijken waren. Ja. Ja. En toen was het even stil. Toen zei ze van, ja, heb ik geen antwoord op. Nee. Nee. Ze wist het niet. Ze wist het niet. Maar ze was wel daar bang voor, maar ze wist helemaal niet of het waar was. Nee, nee. Nou, uiteindelijk vertelde ze wel een punt wat waarschijnlijk haar die de angst heeft opgebouwd. Ja. En dat is dat ze een artikel had gezien dat in Fuengirola er een haai gespot was. Ah. Hè? Maar ja, weet je, alsnog kent de feiten. Hoeveel ongelukken zijn er daadwerkelijk gebeurd? Tijdens het kijten. Door een haai. En dat is eigenlijk waar we je voor uit willen nodigen. Om je angst te gaan onderzoeken. Ja. Van, is die angst die je hebt, is het wel waar, weet je? Ja. En waarschijnlijk, dat zeiden we ook tegen haar, is van de weg ernaartoe in de auto naar je kitesurfplek. Waarschijnlijk is dat gevaarlijker dan het kiten zelf en opgegeten worden door een hei. Ja, ja, want ja, ga maar eens na van hoeveel ongelukken gebeuren er op de weg. Ja, dus ken inderdaad die feiten. En kijk, het kan natuurlijk wel zijn dat een angst bijvoorbeeld, ja, dat het buiten je comfortzone ligt, zeg maar. Ja. He, maar dat is prima. Dan weet je dat van, hé, daar kun je in groeien en daar kun je in ontwikkelen. Ja, maar het kan ook zo zijn inderdaad dat het levensgevaarlijk is. Ja. Is de angst die jij hebt, is dat levensgevaarlijk of niet? Ja. Kijk, bijvoorbeeld als ze had gezegd van, ja, in Zuid-Afrika, daar zijn veel witte haaien en daar wil ik liever niet kijken. Ja, dan kan ik het begrijpen. Ja. He, want daar zijn mensen inderdaad, omdat ze daar aan het zwemmen waren, opgegeten door een haai. Ja. He? Ja. Dus, maar ken ook weer je feit. Hoeveel van die badgasten en hoe groot is die kans dan? Precies. He? Ja. Maar het kan ja. dus zijn dat iets buiten je comfortzone is, of dat het levensgevaarlijk is. Ja. Is het levensgevaarlijk? Ja, dan moet je het niet doen. Ja. Is het je comfortzone of buiten je comfortzone? Dan moet je het juist opzoeken. Moet je het juist doen. Want het is, weet je wat we ook wel aangeven, het is zonde om die angst te behouden. Want daarmee ga je dus dingen niet doen. Ja. Hè? En terwijl je het juist zo graag wil. En je weet wellicht dat het je, ja, eigenlijk je leven kan verrijken. Ja. Door dat soort dingen wel te doen. Ja, hè? En het is juist als je dit gaat onderzoeken, dan kun je zien dat je veel vrijer gaat leven. Ja. En dat is, dat is mooi, dat willen we je aan je meegeven. Ja, ja. Dus weet je, en ga ook eens na vanuit, hè, welke angsten heb jij bijvoorbeeld gehad, hè, in het verleden? En wat nu geen angst meer blijkt te zijn. Ja, welke heb je overwonnen? Hè, welke heb je dus overwonnen? Hartstikke leuk als je dat met ons deelt. Ja. En ik denk dat ook wel voor veel mensen om ons heen ook natuurlijk wel de angst is om hun baan op te zeggen. Ja. En als ze hun baan opzeggen, dat ze dan, ja, dat er geen nieuwe baan voor terugkomt. Hè? Dat ze dan geen inkomen meer hebben. Ja. Ja. Dat is ook een interessante natuurlijk om te onderzoeken. Is dat wel waar? Ja, precies inderdaad. Wat denk jij? Ja. Ja. Ja, ik ben een voorbeeld natuurlijk. Ja. Ik heb mijn baan opgezegd, maar weet je, uiteindelijk is er altijd werk. Ja. Ja. Zo moet je het ook zien. En ik denk dat je het ook moet zien. Stel nou dat je gaat je baan opzeggen bijvoorbeeld. Hè? Ja. Maar dan ga je ook niet stilzitten in die hangmat liggen. Nee. Je gaat jezelf juist, je gaat wellicht ondernemen. Ja. Je gaat jezelf verder ontwikkelen. Je gaat je skills naar een hoger niveau brengen. Je wordt nog competenter. Ja. En als je nog competenter wordt,
Dan wordt de kans dat jij straks weer een andere baan hebt, zodat je terug moet, weer een baan nodig hebt, veel groter, want je bent gegroeid. Precies. En zo kun je er ook naar kijken. Weet je, juist als je die angst gaat onderzoeken, van juist als ik nu een periode van een half jaar ga ondernemen, word ik veel slimmer, word ik beter, word ik meer waard. Maar dan kan ik zeker een baan terugvinden. Ja. Ja. Laat ik het avontuur aangaan. Precies, dat is het ook. Ga gewoon het avontuur aan om uiteindelijk vrijer te kunnen leven. Ja. Dan komt er gewoon veel meer op je af. Ja. En dat is hartstikke mooi. Dus, kijk, als je je baan opzegt, is echt niet levensbedreigend. Nee, weet je gaat echt niet meteen dood. Nee. Ja, het is buiten je comfortzone. Ja, ja. Maar dat is goed. Ja, daar zit je groeikans. Daar zit inderdaad, ja. Het voelt als een beetje onwennig, maar laat het maar een beetje onwennig voelen. Want uiteindelijk, weet je, achteraf denk je altijd, oh nou, weet je, was dat het nou? Of, maar dat heeft me juist heel veel opgeleverd. Dus dat wilden we graag met jullie delen. Ja. En? Het hei van het kijten. Nee, het hei van het kijten. Oh ja, ik wou zeggen het verhaal van het kijten en de haai. En de haai. Ja. Dus, maar ik vind wel, nog laatste en dan stoppen we ermee. Maar ik vind wel heel grappig wat je zei, dat die angst bij haar was ontstaan omdat ze ergens anders in de buurt van Malaga een hei had gespot. Ja. Op een videootje van iemand anders. Ja. En dat heeft ze dus in haar hoofd gelinkt aan kijten en haaien en het is levensgevaarlijk, ik ga het niet doen. Ja, precies. Terwijl dat niet waar is. Nee, want hoeveel uren hebben, nou wij zijn een voorbeeld, hoeveel uren hebben wij wel niet gekeit? Ja. Nog geen haai tegengekomen. Nee, wel dolfijnen. Oh ja. Nou, ga het onderzoeken. Ja. En op een vrij leven. Op een vrij leven inderdaad. En ja goed, wil je hulp bij om je angsten te overwinnen in ons topleefprogramma, help je daar ook bij. We helpen je gewoon om wat meer vertrouwen te krijgen, om een angstvrije weg in te slaan. Ja. Want uiteindelijk gaat dat ook leiden naar jouw topleven. Dus als je zoiets van, hey, daar kan ik wat hulp bij gebruiken. Daar wil ik weer mee aan de slag. Kom met ons in contact. Hieronder staat een link. Ja. En kun je contact met ons zoeken. Ja, heel leuk. Hey. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ga pompen. Huppakee.